even aan het publiek uitleggen wie jullie zijn, wat het idee is, waar jullie voor staan. Oké, okay, achter mij zitten leerlingen van het OSB, dat is de openbare schoolgemeenschap Bijlmer, eerste, tweede en derdejaars. En het zijn vooral kinderen die eigenlijk met muziek in aanraking zijn gekomen bij de projecten leerorkesten in de Bijlmer. Ik weet niet of u er wel eens van gehoord heeft, maar dat zijn orkesten die gevormd worden op lagere scholen. Daar zitten ze vanaf groep 5, 6, 7 en 8 in symfonieorkesten te spelen. Die orkesten zijn ongeveer 100 kinderen groot. Het zijn 3 scholen bij elkaar en die hebben er op dit moment 17, 20, 27 van in Amsterdam. Dat is 27 keer een orkest met 100 kinderen die spelen. Het zijn lagere schoolorkesten die ook al in heel Nederland zijn. En nu voor het eerst gaan ze op middelbare scholen, komen de kinderen aan en krijgen we de kans om te spelen en door te gaan. En daar is dit dus een product van. Niet alleen het applaus voor de kinderen is leuk, maar dan spelen dus nog 24 keer, jij kan snel rekenen, 24 keer 100. 36.000 kinderen nu bezig. En daar mag je ook even voor klappen.